naast schaatspret zijn er natuurlijk ook overal kerstmarkten in onze provincie. In het historische centrum van Doesburg werd volop genoten van glühwein, warme chocolademelk, oliebollen en de vele kraampjes. Vanuit de hele regio trekken mensen naar Doesburg voor de... kerstmarkt. Dat betekent veel marktkraampjes en veel lekker kunnen snoepen. Hoe lekker is lekker? Lekker. Hoeveel punten is dat? 10. De lekkere trek zorgt dus voor een 10. De Doesburgse watersportvereniging maakt daar graag gebruik van. We hebben oliebollen omdat we die hier laten proeven, omdat wij die verkopen voor DWV in Doesburg op 30 en 31 december. Ja, dat is een vereniging hier, maar als iedereen ze nou zo lekker vindt dat de oliebollen al op zijn. Geen probleem, bakken we weer nieuwe. Veel lekker eten dus in Doesburg, maar ook veel mensen die opvallend lief zijn voor elkaar. U bent aan het knuffelen, waarom? Ik knuffelde met Henk-Jan. Henk-Jan is onze marktmeester. En die is belangrijk bij deze markt, net als bij alle andere kerstmarkten. Naast de gezelligheid natuurlijk.